Cultuur in actie. Van Paul de Leeuw gaan we naar Giovanni Sturkenboom. Casting director en vrije theaterproducent van Stent Producties. Zeg klopt, ik dat ja. goed? Ja. Ik had er nog niet van gehoord, Giovanni. Wat doen jullie allemaal bij Stent? Nou ja, heel kort gezegd. We hebben een holding Stent. En daar vallen drie bedrijven onder. Stent Producties, Stent Casting en Uitzending Bijwonen.nl. En ik heb eigenlijk in dit geval een vierdubbele pet op, om het maar even zo te benoemen. Met Uitzending Bijwonen.nl vullen wij de televisiestudio's met publiek. En we verzorgen een stukje ticketing voor zowel onze eigen producties, maar ook musicals in Scheveningen, Utrecht en live events in de Ziggo Dome. Dus dat is echt het publieksgedeelte. Dat doen we ook een klein beetje met Stent Casting. En daar doen we eigenlijk ook de casting van theater en tv. Van kandidaten tot acteurs, noem het maar op. En dan hebben we ons eigen theaterproductiebedrijf. En daar produceren wij van. En er stonden drie tourproducties komend seizoen gepland van 163 shows. Dus dat zou flink gaan knallen. Ja. Maar het mocht nog niet zo zijn. En toen niet? En toen niet, nee. En nu dan? Wat doe jij dan nu overdag? Nou, heel hard werken. Ik heb eigenlijk, het begon bij mij, ik kijk het er altijd wel vrij realistisch naar. En ik voelde het een beetje aankomen. En mensen van dichtbij die weten, als ik iets zeg, dan helaas gebeurt het vaak. Dus ik zei al een paar dagen ervoor, wedden dat Nederland op slot gaat. En helaas het gebeurde. Dus ik zag dingen, zie ik continu aankomen, helaas ook in deze. En ik weet nog dat ik van de afspraak van Amsterdam naar Hilversum ging. En toen kwam inderdaad het bericht eruit van theaters dicht. En eigenlijk ben ik de eerste paar weken alleen maar bezig geweest met alle tv-programma's die er liepen. We hebben gemiddeld 20 tot 25 programma's lopen. Op casting en publieksvlak dan. Alles daarin af te handelen. Dus zowel zaken gezien als met al het publiek en iedereen te verwittigen. Want dat ging ook allemaal niet door. Dat ging ook allemaal niet door, inderdaad. En het gaat van dagelijkse talkshows die s'avonds al niet eens meer doorgingen tot grote studioprogramma's. En daarnaast op de theaterkant. Dat kwam eigenlijk na drie weken dat ik dacht van, kijk, ik moet natuurlijk daar ook een keuze in maken. Ik kan afwachten tot de maatregelen, maar ook realistisch zijn. En dan ga je niet alleen maar denken, oké, mogen we weer, maar ook natuurlijk qua marketing, qua publiciteit. Hoe gaat het eruit zien in het theaterland? En toen moest ik eigenlijk half april die keuze nog maken. En ik zeg altijd, voor mij is het vrij makkelijk voor mezelf kiezen, zeg maar. Dus in die zin bedoel ik ermee, ik ben altijd bereid, waar niks mis mee is, om uit een blikje doperwten te eten. Maar tegelijkertijd, ik ben 26. En het is wel moeilijk om dan of tenminste dat vond ik lastig, om voor drie tourproducties, nou er zitten toch tientallen mensen ja. die erbij betrokken zijn, ja. om ook tegelijkertijd de beslissing te maken voor hen. Voor hen, ja. Voor, met de berichtgeving, ondanks dat ik er niks aan kan doen, maar ja. je hebt komend seizoen geen brood op de plank vanuit mijn bedrijf in ieder geval. Ja, nee, aan mij valt niks meer. Nee. En krijg jij subsidie of doe jij dit allemaal zelf? Nee, doe ik het allemaal zelf, ja. Echt een ondernemer. Vrij, ja. ja, precies, ja. En eet je dan nu doperwten? Hoe hard is dat? Ik eet wel doper. Nou, ik moet zeggen, ik ben eigenlijk gelijk al in een soort overlevingsmodus. Want ik denk, ik kan altijd van het, ja, hoe raar dat ook klinkt, ik ga op dat vlak dan van het negatiefste uit. Dus ik ga dan heel minimalistisch eten. Ik moest ook afvallen. Dus ik denk, nou, ben ik gelijk een kilootje of 9 kwijt. Dus ik maak van de nood een deugd. Dus ja, sommige mensen gaan heel veel drinken nu. Hè? Ja, precies, nou ja, en ik ben, je kan het ook verzuiken. Graadmager, nee, I wish. Nee, maar ja, ik eet wel inderdaad doper en dat soort dingen. Maar hoe lang houdt jouw bedrijf dit vol? Nou ja, ik moet nu zeggen, Milena Danjoen, actrice zijn van de week. Ik ben nu echt letterlijk het meubilair aan het opvreten. En ja, dat is bij ons ook zo. We hebben natuurlijk altijd de tv-bedrijven gehad die ook in de theater-BV een financiële injectie gedaan heeft. En we kunnen goddank nog door. We zijn nog gezond. En dat heeft meer mee te maken, we zouden gaan groeien. Dus we zouden letterlijk meer shiften gaan draaien qua tv, meer medewerkers, groot kantoor. Alleen, we waren, dus het is nu nog een soort van omzetderving. Ja, die pot eet je nu op. Ja, nou ja, de buffer eten we nu op. Ja. Maar we waren goddank nog niet ingesteld op die grootte. Dus we waren wel naar aan toe aan het groeien. Dus als ik echt op die grootte al zat, letterlijk qua kantoor en personeel, dan was die buffer al gelijk meteen op. Dus dat geluk heb ik. En heb jij nu ook 7 verschillende scenario's voor wat er in de toekomst eventueel zou kunnen gaan gebeuren? Oké, er mogen nu 100 mensen in een theater. Misschien zijn dat er over een poosje 2, 3, 4, 5 onder. Ja. Weet je, dat je denkt, oké, scenario A ga ik dit doen. Scenario B ga ik dit. Ben je de hele dag aan het rekenen? Ja, ik ben de hele dag aan het rekenen. En ik heb, ja, we mochten natuurlijk de eerste periode natuurlijk niemand zien. Dus ik heb eigenlijk altijd 6, 7 dagen per week doorgewerkt. En heel hard ook. En ja, er liggen flinke scenario's klaar. Dus dan inderdaad bij Uitzending Bijwonen bijvoorbeeld aan het kijken. Echt van, oké, wat kunnen we nog qua tv uitbreiden? Bij tv zie je al langzaam, zeker voor de grote studioprogramma's, kunnen we meer gezinnen en stellen vanuit hetzelfde huishouden in de studio plaatsen. Ja, want die mogen wel bij elkaar zitten. Die mogen wel bij elkaar zitten. Dus we zijn daar natuurlijk ook wel gesprekken over aan het voeren hoe dat kan. Casting loopt natuurlijk nu, begint het weer met de videoproducties, commercials. Dat loopt nu langzaamaan.
Dus dat pruttelt door, maar dat is natuurlijk 35% minder dan wat het was, om het maar even in percentage uit te drukken. En qua theater zijn we, as we speak, inderdaad heel druk bezig om te kijken wat kunnen we wel gaan doen. Dus ik blijf niet zitten. En wat is dat dan bijvoorbeeld? Wat denk jij dat zou kunnen? Nou ja, je hebt natuurlijk die 100 personen maatregelen. Dus er wordt natuurlijk wel gewoon gekeken, oké, wat is er mogelijk om op dit moment wel te produceren? Want de theaters moeten natuurlijk ook met een programmering komen. En mensen snakken heel erg naar producties, of het nou toneel is, of ballet, of muziek, of musical. En ja, er wordt nu aan alle kanten gekeken. En ook een grote shout-out naar ons impresariaat, die altijd alles verkoopt. Dat is Atenex, en die werken echt dagelijks keihard. Eerst moesten ze alles verzetten, en nu moeten ze kijken of er nieuwe dingen weer kunnen komen. Ja. Of alles voor een tweede keer verzetten, want dat was natuurlijk eerst dat we in juni misschien weer mochten. Dus er wordt keihard achter de schermen gewerkt om toch te kijken of we de theaters met een nieuwe programmering kunnen vullen. En de productie die bijvoorbeeld aan mijn kant niet door zijn gegaan, die zijn nu gepland in 2021-2022. In de hoop dat ik dan wel mag. Hey, en hoe is het met al die mensen die op de planken zouden staan in jouw producties? Die zijn net zo jong als jij? Nee, dat zijn ook... dames op middelbare leeftijd. Oh joh, ik dacht dat jij voornamelijk een jong, onbekend talent een podium gaf. Ja, en, dat is wel de tekst nog en een zetje. Het is nog niet helemaal inhoudelijk. Oh, even aangepast worden. Ja, dat... Maar dat wordt aangepast omdat we ook een andere richting een beetje ingaan met onze producties. Alleen dat staat op de planning als die producties bekendgemaakt zouden worden. Okay. Maar dat zijn ook dames op middelbare leeftijd. Ik kan er ook geen niet exact naam noemen, omdat we dat nog wel een beetje geheim willen houden. Maar ja, de ene is inderdaad de iets minder positief onder, omdat het echt een zzp'er is. En de andere hebben bijvoorbeeld echt nog bedrijven ernaast. Waar ze iets uit kunnen halen. Ja, of presentatiewerk. Voor hoeveel mensen kom jij tekenen vandaag? Ik kom voor 57 mensen. Dus dat is echt van theater tot televisie, alles wat met stand te maken heeft. Superman, dankjewel. Top, dankjewel. Succes vandaag. Ga je gang. Dankjewel. Dankjewel.